Nou, het is natuurlijk enorm leuk en we voelen ons allemaal erg vereerd dat we zijn uitgenodigd om bij het gemeentehuis langs te komen. En we natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid en dan dit als kerst op de taart is natuurlijk ook leuk. Grote eer, maar als team moeten we natuurlijk naar meer streven, dus we gaan nu weer voor een kampioenschap hopelijk. Ik voetbal sinds mijn vierde. Het is een geweldig sport. Ik voetbal sinds mijn vierde, altijd op schoolpleintjes en zo. Het is echt een enorme passie voor de sport en ik denk persoonlijk ook de leukste en beste sport van de wereld. Nou, ik voel mij Victoria, dat lijkt ook wel duidelijk. Nou, ik vind het een hele gezellige club, leuk team. En ja, het gaat natuurlijk goed, daarom zijn we denk ik ook genomineerd. En ja, eigenlijk. Ik zit op Victoria, ik vind het een fantastische voetbalclub. Ik zit er al heel mijn leven, ik heb een ontzettend leuk team. Met de jongens, leuke vrienden en, daar is Kawa, daar. En we doen het hartstikke goed met het elftal, dus ja, dat. Nou, mijn mooiste ervaring was toch wel toen we onze schaal kregen, toen we kampioen werden. Dat was wel een mooi moment voor het team, denk ik. Voor de rest... De goals. Wat zei je? De goals die je maakte. De goals, mijn eigen goals. Waren er niet heel veel. Er waren er niet veel, maar degenen die erbij zaten, die waren wel mooi. Mijn mooiste ervaring is denk ik ook dat we twee keer achter elkaar kampioen werden. Dus ook de schaal na dat we niet meer de beker konden spelen vanwege corona. En dan konden we in ieder geval wel nog onze titel pakken met de competitie. En daar zijn we allemaal heel blij mee als team. Veel jongens gaan studeren. Dus laatste jaar. En ja. We gaan wel mooi van maken. Dit seizoen is denk ik met name dat we even best voor laatste waren. Ik wil gewoon doorgaan. Jammer dat ik niet met deze boys door kan gaan, want ik ga naar Amerika om met mijn studie. Dus ja, maar ik wil gewoon doorgaan en ik hoop dat al de boys ook gewoon doorgaan met voetballen. Want het is gewoon leuk. Ja, ik ga volgend jaar keihard werken aan mezelf. Hopelijk dat ik mijn debuut kan maken bij mijn droomclub Ajax. En ik ga daar volle 100% voor. Ik ben het meest trots op ons team en hoe we hebben gepresteerd en hoe ver we zijn gekomen. En dat we nu ook genomineerd zijn voor deze prijs. Daar ben ik trots op. Nou, sowieso mijn jongens natuurlijk. En vorig jaar ons trainer Max voorbij. Dat was echt een toppetje. Credits naar Max. Ik ben heel serieus hoor, Max. En onze captain natuurlijk. Die heeft ons ook geholpen. Geholpen door zware verliezen. Maar... ja, ik ben gewoon trots op het team. Moet je nog een kaart bijna halen? Doe eens een duidelijk. Nog even. Ik heb voor liefde en trouw is voor Victoria en niet voor jou.